Cambodja wonen de mensen traditioneel in huizen van hout, palmblad en bamboe. Zulke huizen gaan maar een jaar of 15 mee. En er zijn steeds meer ouderen die geen huis meer hebben en ook niemand om een huis voor hen te bouwen. Want hun kinderen zijn namelijk overleden aan aids. En die ouderen, die dan ook nog vaak voor hun kleinkinderen zorgen, overleven onder een bladerdakje langs de weg. Het gaat dus echt om mensen die absoluut niet meer in staat zijn om hun eigen huis te herbouwen. Voor hen wil de Cambodjaanse organisatie SPIEN een traditioneel huis neerzetten. En we hopen 50 huizen te kunnen bouwen dankzij het resultaat van deze oproep. Dankzij u. Want uw gift is meer dan welkom op Giro 40.000 van de Wilde Ganzen in Hilversum. Ook de afgelopen week steunde u onze projecten, waarvoor onze hartelijke dank. En graag zie ik u weer bij een volgend bericht van de Wilde Ganzen.